Tijdens Modderdag staat het vrijspelen met water en zand centraal. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. Het is wetenschappelijk aangetoond dat buitenspelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met Internationale Modderdag is het doel dat kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen krijgen. Iets wat op kinderdagverblijf Groei en Bloei altijd centraal staat. Voor kinderdagverblijf Groei en Bloei in Alphen was het niet alleen op 28 juni Internationale Modderdag, maar de hele week vierde kinderdagverblijf Modderweek. Groei en Bloei is een agrarisch kinderdagverblijf waar kinderen altijd gestimuleerd worden om vies te worden en te ontdekken in de natuur. Maar nu even een dag extra veel, lekker veel met modder. De kinderen worden bewust van de natuur om zich heen. Ze worden blootgesteld aan goede bacteriën, wat ook weer goed is voor hun immuunsysteem. En het daagt enorm uit om samen te spelen, zoals jullie wel zien. En dat samenspelen gebeurt tussen kinderen van allerlei verschillende leeftijden. Je hebt dus bakken en dan moet je dus instappen. De eerste bak is wat schijfjes met water. De tweede bak is gewoon gras. De derde bak is zand met water. De vierde bak is spaghetti met water, gekookte. En de vijfde bak is lichter, want die heeft linnen omgegooid. Al sinds de opening van Groei en Bloei staat kinderen de natuur laten ontdekken centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met natuur en het dier en het welzijn daarvan. Maar vooral echt heel veel vitamines opdoen buiten. Gewoon lekker. Wij zijn ook groot geworden in de natuur. Dat willen wij de kinderen ook meebrengen. De kinderen vermaken zich goed tijdens de verschillende activiteiten. De creativiteit neemt nog meer vorm aan wanneer ze met de modder van de blote voetenpad beginnen te kliederen op een laken. Modder, daar ging we mee schilderen, maar toen heeft ze die helemaal teruggebracht en helemaal omgegooid. Verder organiseert het kinderdagverblijf nog meer thematische activiteiten in de buitenlucht, zodat kinderen kennis kunnen maken met de natuur en het boerenleven. Wij hangen verschillende maandthema's aan, verschillende natuurverschijnselen. Dus zoals langs boerderijen, een kipboerderij, varkensboerderij. We gaan een keer naar een natuurspeeltuin als uitje met de BSO. We proberen zoveel mogelijk op natuurlijk gebied op pad te gaan met de kinderen. Volgens de kinderen is deze Internationale Modderdag zeer geslaagd. Ja, heel erg. Ik zou elke dag gewoon Modderdag willen hebben.